Hallo allemaal. We zijn weer vertrokken voor een nieuw beestig avontuur. Ik weet weer van niks, alleen dat ik laarzen moest aandoen, dat ik een overal moest aandoen en een lamp moest voorzien. En dat ik afgesproken heb met iemand dat Dominique heet. Super benieuwd wie vandaag mijn beestie gaat worden. Koe! Ben jij Dominique? Ja. Dag Dominique. Hey, hallo. Ik ben Charlotte. Yo. Hey. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Gaan we uilen spotten, vleermuizen vangen? Want het is donker, hè? Ja, we gaan wel de nacht in, maar we gaan geen uilen spotten, we gaan padden overzetten. En we gaan op weg, we gaan het veilig doen. Ik heb voor jou een fluohesje bij, waar je al een pad kan opzien. Dus wij gaan nu in het donker padden vangen? Ja, we doen het 's nachts omdat ze nu actief zijn. Ze worden nu wakker. Net een beetje als uilen en vleermuizen eigenlijk zijn het schemerduisterdieren. Dus kwart na zeven, half acht, kwart voor acht, dat is hun moment van de dag of de nacht waarop ze wakker worden en zo snel mogelijk naar een poel gaan omdat ze zich daar willen voortplanten. Oké, dus wij gaan eigenlijk padden helpen om kindjes te maken. Ja, helemaal. Super. Oké, we beginnen eraan. Dominique, moet ik nu opletten dat ik hier niet op een pad trap of zo? Of hoe moet ik dat zien? Op sommige plaatsen wel, omdat die padden gewoon op de weg kunnen komen. Maar hier, op deze locatie, hebben we eigenlijk schermen ingegraven langs heen de weg. Dus wat hier eigenlijk gebeurt, die padden die overwinteren daar. En wanneer die wakker worden uit hun winterslaap, dan kruipen die door de beek. Ze willen naar de overkant van de weg, want daar is de voortplantingspoel. En dan botsen ze op het scherm, ze kruipen hier langs in de hoop dat er ergens een opening is in het scherm. Dat is er niet en dan vallen ze gewoon in de emmers. Dus wat wij nu samen gaan doen, is al die emmers controleren om te zien of daar al padden zijn ingevallen vannacht. En dan halen wij die uit de emmer en zetten wij die aan de overkant van het scherm. Die krijgen een gratis lift naar de overkant van de weg, maar dan zullen ze de weg veilig kunnen oversteken dankzij onze hulp. En Dominique, moet ik die dan met mijn handen eruit halen? Ja. Dat gaan we gewoon met de handen doen. En dat is niet vies of glibberig? Ik vind dat niet vies en niet glibberig. Oké, maar hier zit niks in, hè? Deze ziet er redelijk leeg uit. Ja, kun je die lokken? Zo, kom, pat, 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 pat. De mannetjes lokken wel de vrouwtjes. Die roepen proet, 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 proet. En het vrouwtje luistert en zij beslist wie welk mannetje het mooiste proet, proet heeft gedaan. En dat wordt een mooi liefdespaardje. Oké, als wij nu proet, proet, proet. Ik doe proet, proet, hè, en jij moet daarop reageren. Ah ja, ah ja, 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 ja. Ah ja, ik ben een vrouwtje. Oké. Sommige dagen zit er in één emmer 5, 6. Andere dagen kunnen er gemakkelijk 100 zitten op toplocaties. Echt? Dus die padden die hebben heel graag zwoele avonden met miezenregen. Dat is het ideale recept voor een toptreknacht. Maar ik heb daar juist al wat druppels gevoeld, dus het gaat komen misschien. Komt goed. Ook dit lijkt mij een lege emmer. Ja. Misschien zijn ze nog niet wakker, hè. Misschien hebben ze gisteren een feestje gebouwd. Kom aan, padden. Kroek, kroek, kroek. Wat moest ik doen? Kroek, 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 kroek. Voor de mannetjes, hè. Jij moet vooral luisteren. Het regent al een beetje. Ja. Dus zou het kunnen dat we nu een kans gaan hebben? Ja, hier zit er eentje in. Een mooie dikke. Ja. Amai. Oké, Dominique. Alright, uw paddendoop. Gewoon langs onder. Ja, voorzichtig. Geen specifieke voorzichtig manier. Kom, pad. Ja, dat is glibberig. Een beetje. Ja. Oh, zo mooi. Dat is een vrouwtje. Die zit met eitje. Die zit met een dik achterlijf. Die mannetjes die zijn veel dunner, maar dit is eigenlijk een zwanger vrouwtje. Dus hopla. Oei, oei. Let's do that again. Ik ben hier niet goed bezig, hè, Dominique. Oei. Let's do that again. Kan ik wat? Oh, garme. Zelfs breekt die haar water al als die al zwanger is. Ik ga nu gewoon in de emmer zetten, vrouwtje. Voilà. Sorry, hè. Mooi, hè? Voilà, ja, nummer 1. Oké, op naar nummer 2. Yep. Vindt leuk, Dominique. En mag ik nu, dat is mijn eerste pad dat ik gevangen heb. Dat is een vrouwtje. Ja. Mag ik die een naam geven? Jij mag die helemaal zelf een naam geven. Oké. Dan doop ik jou Patricia. Daar gaat ze heel blij mee zijn. Goed, hè? Patricia, Dominique, hier zitten er, dat zijn er twee. Hier zit een koppeltje. Die zitten op elkaar. Ja, die zitten op elkaar. Onderaan zit mevrouw en bovenaan zit meneer. En die hebben elkaar gevonden. Dus die profiteert eigenlijk gewoon van die vrouw? Gewoon taxi mevrouw. C'est un beau roman, c'est une
belle histoire. Dus gewoon met ja. twee pakken en dan mee in de emmer zetten. En dan zetten we ze bij Patricia. Wow. Ik heb gewoon twee padden vast. Dat is dan eigenlijk zo twee padden op elkaar, dat is dan een padde deux. Het mannetje gaat het vrouwtje absoluut niet meer loslaten. Dat is zijn vrouwtje. Niet meer? Nee, absoluut niet. Blijft hij daar nu eeuwig aanhangen? Nee, die gaat er blijven aanhangen tot wanneer hij de eitjes van zijn vrouwtje heeft bevrucht. En dan gaat die, pas dan gaat hij lossen. Ah, dus hij gaat er kindjes mee maken en dan laat hem zacht. En dan is het... Ja. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Precies zo'n beetje een horrorfilm, met Dominique? Het is een beetje spooky om zo 's nachts rond te lopen met een zaklamp. Maar dat maakt het eigenlijk best ook wel spannend. Maar super, ik vind dat keiplezant. Zo. Voilà. Wow! 1, 2, 3, 4. Nee, en dat is ook een dubbele? Ja, twee dubbele en een enkel. 5. Ja. Oh, amai. Mooi, hè? Ah, voilà. Oké. Okay. Hoppa. Hey, we hebben er al veel, Dominique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het wordt druk. Ja, het wordt heel druk. Gaan die nog allemaal in die emmer passen? Ja. Oeh, kijk, het is stampig. Oeh, hallo vriendjes. Jullie zijn gevangen. Hey, Dominique. Hola. Ja. Die is van het pad geraakt. Ja, die is door ons scherm geglipt. Dus die zit hier nu al eigenlijk heel gevaarlijk. Oké, dan gaan wij je redden, hè? Jepla, die zal tevreden zijn. Alright, is het nog fijn naar de pool? Nee, we zijn er eigenlijk bijna. Voilà. En ginder ligt de pool dan? Ja, daar ligt de pool. Dus daar, De brug. Spannend, zeg. Rijding naar de... En waar is de pool? Ik ga niet toch niet ineens een soort huis inzien? Rond die palen die daar staan. Okay. En daar... Gaan we ze vrij laten? Absoluut. Kindjes laten maken. Daar gaan we niet op wachten. We gaan ze toch een beetje privacy gunnen. Ja. Dit was het doel van de grote kijk, trek. Hier zit alleen Dominique. Ja. Oh. Die zal zich waarschijnlijk afgevraagd hebben van waar blijven die gasten allemaal vandaag. Maar die is je dan wel op zijn eentje geraakt. Ja, blijkbaar wel. Hè. En hoe doen we dat nu? Pakken we die emmer en gooien we die in het water? Of hoe... We gaan dat rustig aan doen. Normaal gezien pak ik ze er één voor één uit en zet ik ze hier op de rand van de pool. Oké. We gaan eerst deze koppeltje goed kindjes maken. Hè. Oh, oei. Ja, ze weten zo niet echt goed wat er overkomt. Dus het is een beetje wennen aan de nieuwe omgeving, maar dat komt snel in orde. Jullie ook veel mooie kindjes maken, hè? Nog een koppeltje. Jee. Allee, ga ik hier zwemmen. Ah, zie. Schoon, hè? Ja. Schootslag. Mooi, hè? Ik ga zijn plekje gaan zitten in de pool. En deze nog. 1, 2, 3, en go. Oops. Ik vond het echt wel heel plezant, Dominique. Cool, hè? Ja.